Hermeneutiek is een moeilijke woord wat moeilijk verstaan wordt door mensen, gewoon omdat het ook zelfs een vreemde woord in Afrikaans is. Dit komt uiteindelijk van die Griekse godheid Hermes af, wat die boodskappergod was, wat die boodskappe gedra het, so dat ander dit dan kon verstaan. Nou, hermeneutiek het algaande dan die betekenis beginnen kry ook, dit is die theoretische nadenken over verstaan of over interpretatie. Met andere woorden, dit is op zichzelf niet interpretatie, nie, maar dit is die theoretische nadenken daarover en die beschrijving van wat ze soorten processen van verstaan of interpretatie een mens waarneem onder mensen wat enig iets lees, of het nou boeken is, of het een kunstwerk is wat hulle kyk, of een film is wat hulle kyk, en of dit zelfs die Bijbel is wat mensen lees. So, die goed wat iedereen is dan universeel vir enige interpretatie, of is het dan net op die Bijbel van toepassing? Wel, my eie vakgebied, ek is een oud-testamentikus, maar wat vooral ook geïnteresseerd is in Bijbelse hermeneutiek, wat ook weer sekere specifieke maniere van doen het, maniere van verstaan het, maar Bijbelse hermeneutiek pas ook binnen die groter geheel van algemene hermeneutiek in. Daarom is hermeneutiek niet net iets wat aan een faculteit theologie of binnen bijbelwetenschappen gedoseerd wordt of daar nagedacht wordt oor nie, maar ook binnen vakgebieden zoals filosofie of literaire wetenschappen is dit uiteraard ook een vakgebied of een richting wat baie goed nagedacht wordt. So, als ik het dan recht verstaan, is hermeneutiek basis die verschillende manieren van hoe mens iets kan interpreteren, niet die interpretatie zelf. Precies, dit wil eerder probeer vaststel wat er factoren spelen rol in interpretatie. Ons is geneig om dikwijls te denken dat mijn manier van interpreteer is moes maar die enigste manier van interpreteer. Maar dikwijls besef ik of enige ander individu of enige kerkelijke traditie niet noodwendig dat achter die soort van interpretatie sit een hele klomp factoren wat inspeel daarop nie. Ons praat van socio-culturele factoren, socio-politieke factoren, socio-economische factoren, die aard van die teksten wat gelezen wordt, wat ze soort literatuursoorten is dit, enzovoorts. So hermeneutiek helpt voor ons om ook dan na te denken over wat is die factoren wat een rol speelt dat interpretatie op een bepaalde manier gedoen wordt. En om dan uiteraard ook daarmee uit te leggen dat daar veelvoudige interpretatiemethodes is en dat daar niet net een rechte interpretatiemethode is. Nie.